Thijs Ruimer ligt al een poosje onder vuur. Gisteren uh, leek het weer een beetje. Nou, koekenijzen gewoon. Ja, nee, gaan. maar Matthijs Reumer wil even niemand uh, ruilen op dit moment. Hij is zijn werk kwijt, zijn huwelijk op de klippen gelopen. En dat alles natuurlijk vanwege die aanklacht... vanwege grensoverschrijdend gedrag met minderjarige meisjes. En dan moet ik er iedere keer wel bij zeggen... niet in levende lijven, maar wel via internet en, en sites en append en zo. En dat onderzoek loopt nog. En vrij verrassend in januari was het nieuws dat Igoné de Jong... met wie hij de laatste jaren heel erg gelukkig leek... Nou echt een echte glamourstel van Nederland, ja. uh, van hem wilde scheiden. En dat had natuurlijk... Ja, dat kun je toch niet? helemaal los zien van die affaire die loopt en die hem dit voorjaar voor de rechter brengt. En uh, gisteren was de verjaardag van Katja Schuurman. Die werd 48 en Igoné de Jong en Katja die gingen heel goed samen altijd. Dus daar horen felicitaties bij en zij posten een paar hele leuke foto's van zichzelf met Igoné. En van de, van de, met Katja bedoel ik. En dan ook ineens een foto van Katja, Igoné en Thijs met zijn drietjes, met de tekst. En die is opvallend: we houden van je. Dus ja, onze altijd actieve redactie. Die werd daarmee op het spoor gezet van: hé, hey, we hebben wat ontdekt, we houden van je. Dat, dat, dat klinkt wel weer heel erg samen. Dus we hebben gebeld met management, die wilde er niets over zeggen. Maar ja, het geeft wel aan dat de verhoudingen tussen Thijs en Igoné. Heel erg goed zijn. En die indruk hadden fotografen ook al die hem toch regelmatig uh, daar nog over de vloer zien komen. Dus alles is nog niet verloren, maar er zal veel afhangen van, van die rechtszaak en hoe dat gaat aflopen voor Thijs. Want ook die affaire loopt al behoorlijk lang, inmiddels. Helder.